geinige kijk naar fruitritmes. Zoals je ziet hebben we vandaag een nieuw teken. Het is geen stuk fruit, maar het is een rust. Deze rust noemen we de kwartrust. Deze noot noemen we de kwartnoot. Elke noot heeft een eigen rust. Hier hoor je geluid, hier hoor je stilte. Het is misschien een beetje vreemd, maar rusten en stilte zijn eigenlijk ook muziek. Ze zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld als zanger kan ademhalen, maar ook dat het instrument niet de hele tijd klinkt. Zo maakt bijvoorbeeld de fluit even ruimte voor een ander instrument om te klinken. De rust is dus heel belangrijk. We gaan vandaag met de rust werken. Doen jullie weer mee? Je ziet nu twee kwartnoten, twee peren en twee rusten. Bij de rusten doe je niks of je zegt shh. Je mag weer meeklappen en het zeggen of je gebruikt een instrument of bijvoorbeeld een zelfgemaakt instrument. We gaan beginnen. En daar gaan we. Shh. Shh. Doen we nog een keertje. En daar gaan we. Peer. Shh. Peer. Shh. Ik ga ze door elkaar heen halen. En daar gaan we. Peer, peer, shh, shh. Ietsje langzamer. En daar gaan we. Peer, peer, shh, shh. De peer hebben we net herhaald. De appel gaan we nu herhalen. We doen de appel even 4 keer. En daar gaan we. Appel, 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 appel. Hier hebben we druiventros. Goed opletten, nog 1 keer. Druiventros. Die doen we ook 4 keer. En daar gaan we. Druiventros, 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 druiventros. Het ritme is nu peer, appel, druiventros, shh. En daar gaan we. Peer, appel, druiventros, shh. Doen we nog een keertje. En daar gaan we. Peer, appel, druiventros, shh. We gaan ze weer door elkaar heen. En daar gaan we. Peer, druiventros, appel, shh. En daar gaan we. Peer, druiventros, appel, shh. We maken nog een wisseling. En daar gaan we. Peer, druiventros, shh, appel. En daar gaan we. Peer, druiventros, shh, appel. Is het gelukt? We gaan er een ander stuk fruit bij halen. Zoals je weet is elk blaadje 1 tel. 1 noot in 1 tel gaat natuurlijk een stuk langzamer als 3 noten in 1 tel. En dan ligt het er ook nog aan waar de vlaggetjes staan. Hoe meer streepjes of vlaggetjes, hoe korter en dus hoe sneller de noot gaat. De druiventros en de aardbeien lijken op elkaar. Ze zijn eigenlijk bijna hetzelfde, alleen omgekeerd. Druiventros, aardbeien. Bij de druiventros zit het snelle gedeelte in het begin en bij de aardbeien zit het in het staartje. Dit is nog steeds 1 tel rust. We gaan het langzaam proberen. En daar gaan we. Peer, druiventros, aardbeien. Doen we nog een keer. En daar gaan we. Peer, druiventros, aardbeien. We gaan ze in een andere volgorde zetten. Doen jullie weer mee? En daar gaan we. Druiventros, peer, aardbeien. We wisselen weer even door. Als je het lastig vindt, kun je het filmpje altijd nog terugspoelen en het een paar keer oefenen. En daar gaan we. Druiventros, peer, shh.
eieren. Die doen we nog een keer. Zorg dat je niet te snel doorgaat bij de rust. Het is een hele tel rust. En daar gaan we. Duiventros, peer, aardbeien. We gaan weer een wisseling maken. De peer is er nu uit. De noten zijn dus over het algemeen een stuk korter. De sinaasappel heeft alleen maar 16 noten. Dit zijn een van de snelste noten die we hebben en de kortste. We beginnen dus langzaam. Denk eraan, dit is nog steeds één tel rust. En daar gaan we. Druiventros, sinaasappel, aardbeien. Doe maar mee met mij. Druiventros, sinaasappel, aardbeien. We klappen hem nog één keer. En daar gaan we. Druiventros, sinaasappel, aardbeien. We wisselen even door. Druiventros, aardbeien, sinaasappel. We doen het samen. En daar gaan we. Druiventros, aardbeien, sinaasappel. Dankjewel voor het meedoen en tot de volgende keer.